De Haagse Johan Haanappel was in zeer goede vorm. En daarmee ging de titel dus naar Johan Haanappel, die er kinderlijk gelukkig mee was. Ze is tenslotte nog maar pas 14 jaar. Vele ogen waren gericht op Joan Haanappel. Joan bleek nog niet volledig hersteld te zijn van de ziekte die haar tijdens de wereldkampioenschappen in Amerika noodzaakte zich terug te trekken. Niettemin reed ze een uitstekende kuur die bij het publiek veel waardering oogste. Het was natuurlijk ontzettend leuk voor Nederland geweest als het een eerste en tweede plaats was geworden. Maar jammer genoeg heb ik met mijn kuur niet zo goed gereden als ik kan en daardoor mijn tweede plaats verloren. Met belangstelling zag het publiek uit naar Joan Haanappel, die na een succesrijke amateurcarrière nu de professionele schaatsen heeft ondergebonden en soliste is geworden in deze show. Met een gracieuze buiging dankte Joan haar landgenoten voor het hartelijke applaus. Lindsay, wat zie jij als je Joan ziet schaatsen? Iemand met heel veel uitstraling, toch wel, ja.